In dit boek Drive van Daniel Pink heeft hij het over motivatie. En motivatie bestaat volgens hem uit 3 onderdelen. Mastery, purpose en autonomy. Mastery of meesterschap is dat je ergens beter in wordt. Purpose is een hoger doel wat je meestal samen met anderen probeert na te streven. En autonomie is in zijn uitleg je eigen regels bedenken om je werk te doen. Het boek is geschreven als een soort antwoord op de gedachte dat het tegenwoordig alleen maar een beloning in de vorm van geld vereist om je werk te doen. Daniel Pink zegt van niet. Je kunt het jezelf ook wel voorstellen dat je sommige dingen graag doet omdat deze 3 dingen samenkomen. Maar wat is dat hogere doel, die betekenis, die meaning of purpose? Dat is iets waar ik zelf de laatste tijd erg veel moeite heb om te ontdekken. Wanneer is iets belangrijk om te doen? Wanneer is iets goeds? Wanneer draagt het ergens aan bij? En waar draagt het dan aan bij? Welke hogere doelen zijn individueel of met een groep het waard om na te streven? En bovendien, welke doelen zijn dan ook mogelijk om na te streven? Wat heb je zelf of met het groepje waarin je werkt, of het bedrijf waarin je werkt, of de organisatie, wat heb je in de hand? Wat is dan echt die purpose waar je aan bijdraagt? In de nieuw college van Vervaeke haalt hij wetenschappelijk onderzoek naar betekenis in mensen hun leven aan. En daarin speelt purpose ook een belangrijke rol. Maar samen met coherence en significance. Coherence is wanneer iets echt is in de wereld. Significance is wanneer iets goed is. En purpose is die richting in je leven. Maar ik denk dat deze 3 onderdelen ook heel goed passen bij motivatie. Dat het belangrijk is dat je iets doet wat in de echte wereld bestaat. En dat iets waardevol is. En dat de goede kant op gaat. En nu komen we dus weer terug bij de podcast met Michael een paar dagen geleden. Waarin hij zegt van ja, als je matties wil worden met wijsheid, dan moet je gewoon dingen gaan doen in het echte leven.